De krant is een vluchtig medium. Vandaag hot, morgen oud en overmorgen toiletpapier. Het is in die zin een gekke gewaarwording dat ik vandaag aan een artikel werk dat waarschijnlijk over een jaar of 50 à 60 nog eens wordt gelezen. Door mensen die nog geboren moeten worden. Het is een gevoel waar schrijvers van romans bekend mee moeten zijn. Ja, zelfs misschien wel een beetje naar streven. Dat jouw naam voorleeft terwijl jij zelf allang tussen 6 plankjes ligt. In aanleg ben ik best bescheiden, maar dat idee bevalt me wel. Het krantenartikel van vandaag gaat over de restauratie van de nieuwe toren in Kampen, die haar einde nadert. Tijdens die klus werd in 2009 in de top een koperen koker gevonden, met daarin informatie over vorige restauraties. Ik was erbij toen de koker openging en ik vond het magisch. Hoewel de oogst slechts bestond uit een paar vergeelde briefjes en wat munten, voelde ik me als dat jongetje dat een oud kistje opdiept uit de tuin. En nu mag ik ook nog eens wat toevoegen aan dit schatkistje, alvorens het weer onder de grond verdwijnt. Tijdens het schrijven van de verhalen viel mij plotseling iets op. Ik merkte dat ik niet louter voor de lezers van donderdag 23 juli 2011 schreef, maar ook voor die van pakweg 2060, als de nieuwe toren een nieuwe opknapbeurt krijgt. Hoe zouden zij tegen mijn teksten en mijn schrijfstijl aankijken? Zouden ze het allemaal oudbakken onzin vinden of juist nostalgisch erfgoed? Onbedoeld dwaalden mijn gedachten verder af. Zijn Kampen en Zwolle dan inmiddels aaneengegroeid tot één IJsselstad? Bestaat mijn geliefde medium krant dan überhaupt nog? Is FC Twente dan al recordmeister van Nederland? Bestaat er dan bier waar je lekker vrolijk van wordt zonder kater? Met een schok kwam ik bij mijn positieve toen ik plotseling besefte dat ik wellicht ooit zelf die vragen kan beantwoorden. In 2060 ben ik 85 jaar, wat zelfs naar de huidige maatstaven haalbare kaart zou zijn. Hoe mooi zou het zijn als ik dan zelf mijn eigen schatkistje zou mogen heropenen. Anno 2011 hebben wij er in Kampen twee mooie woorden voor. Deo Volente.